Goedemorgen. We doen vandaag een zonsopkomstje bekijken. Heel mooi in de valley van Vinales. En de zon komt langzaam op. De mist is nu helemaal wit. Het is echt prachtig. Mongotes zijn het. En niet mongotes, want dat betekent diarree. Een eucalyptus zaadje. En dan doe je zo, let op. Hier hebben we de Cubanese bus. Er kunnen 10 mensen in het bakje. Dat is echt heel veel voor dit kleine bakje. Kijk, de palmboom. En de binnenkant van de palmboom zijn dus deze takjes. Nou, nooit geweten. En ze bouwen er deze huisjes mee. Ze hebben gaatjes in de oren, zodat de boer weet welke varken van hem is. Het zijn speciale honden om de varkens weer terug te vinden. Twee hele grote polsen. En een karretje. El cabezón. Dile papito que hola. Que bailante, a ver si eres guapo, que lo vamos a meter en parte trompa. Y le dice con mi hermano, dile, oye, las condiciones que tú estás para alegre. Tú vas conmigo también. Llegó el agua. We doen een wandelingetje door de vallei en er groeit niet alleen tabak hier, maar ook sweet potatoes, black beans, cassave, rijst en nog iets, hè? Oh, prachtig. Wauw. Dit is mijn huis. Your house? Yes. Ah. Here for hectare, the land is my property. Okay. That's new construction, the house, the hurricane, the tornado, it's broken the four house. Oh, no. The house, my family, the house, the horse, the house, the tobacco dry. Now it's new construction. You built? Yeah. It's absoluut een dun paardje. Wat silly. Het huisje van zijn dochter. 230 km per uur was de wind. Dus ze doen nu een nieuwe constructie. Maar hier hebben we hele kleine guavetjes. Oh, mais. Ja. Ik voel me de hele tijd aangesproken. Jut. Deze kippen worden gebruikt om te vechten, niet om te eten. Dus je moet er een heel goed dieetje voor fabriceren. Dan zijn ze extra goed in het gevecht. En hij heeft hier een tijdelijk huis gemaakt. Heeft hij in 2 maanden opgebouwd. Dat is mijn preferie para party. Because it puts her crazy. Very, very crazy. Yeah. Palmbladeren aan het dak. En aan deze balken hangen dan de tabaksbladeren te drogen. En als die belt en vraagt van, yo, kom even mijn huis bouwen. Dan komt iedereen omdat ze dan denken dat het een gezellig feestje is met veel rum. Wat het dan natuurlijk ook is. Wat krijgen we hier? Dit is tabakko sik. Ah. One sik is one plant. One seed is one plant. Oh. One planta is possibly hasta 2 meters. 2-3 meters. One cigar, 3 parts. Filler, the name is in Spanish is tripa, capote, bander, and wrapper outside the cigar. The more important is filler. You prefer one cigar more strong, put the leaf, the color more dark, more black. We hebben de middelste nerf eruit gehaald, want daar zit de meeste nicotine in. En dat gaat in een sigaret en niet in een sigaar.
there are three parts: filler, bander, and wrapper outside the seal. Some of you unroll, fill inside the bander. Mm-hmm. The same. Hij rookt er trouwens 4 tot 5 per dag. Hij is niet verslaafd omdat hij die nerven eruit haalt. Only when you roll the cigar. Aan, denk ik. Ja. Ik weet niet hoe dit moet. Een beetje modify. Een beetje roar. Dat zie je wel, ja. Correct. We doen maar gewoon. Een beetje zo gewoon, ja, het is niet zo. Het is alsof je weer in een café staat. Ja. Dat is een mooie boom. Ceiba. Van de familie van Afrikaanse bomen. En altijd als je denkt, dit zijn gekke bergen, dan zijn het dus limestone formatietjes. We hebben hier een leuk hutje. Nog een prachtig boompje. Hij heeft dit tabacco huisje in 5 dagen gebouwd, want alles was gedestrooid van de orkaan. En hij kan Duits. Hij heeft voordat de muur viel in Duitsland gewoond. En we hebben ook net een gezellig slokje rum op van deze dronken meneer hier. Kijk hoe leuk. Er staat hier een oude Lonely Planet. En de meneer van hier staat er gewoon in. Leonardo. Cool. Segundo. Als je dit kookt, dan is het goed voor je buik. Draaien, komt sap uit. Lekker! Naranga's gaan erbij. Ik denk een beetje rum. Plantation de bananen. En daarachter koffie. Dit is allemaal van hem. 12 hectare. Thuisje is eigenlijk ook een beetje ingestort. Waar zijn we dichtbij? Ah. We hebben yucca gekregen. Daar hoop ik echt. Het is heel zoet. Maar het voelt ook een beetje alsof je, weet je wel, melk drinkt nadat je ananas hebt gedaan, weet je wel. Dat je je mond dan zo doet, zo van binnen. Proeft het een beetje die nasmaak. De zaaie sweet potatoes. Ja. Doei! Doei, groetjes! Adios! Adios! Met de hele familie bouwen aan je barra restaurant. Capri, wou ik zeggen. Een daiquiri, helemaal verkeerd. Prachtig viewtje weer vandaag. Europa, Vieja, shredded beef en allerlei andere dingetjes. Banaan, 3 soorten rijst, sla, broodjes en pork. Na een hikeje van 1.5 uur zijn we boven op de berg voor het volgende zonopkomstje.
timelapse in de making. We zijn in de westelijke provincie en hier is de vallei van Vinales. En dan als je aan de andere zijde kijkt, dan heb je hier dus de verschillende bergen. En vandaag gaan we naar de tekeningen op de muur, naar twee grotten aan deze kant. En we zijn nu hier de zonopkomst aan het kijken. Dit is het dorpje. Dit is het dorpje, daar zitten we niet in. We zitten hier. Helemaal content met deze koeken waarop staat breakfast. Ja, daar komt ie. Puntje. We zijn in het dorpje Aquaticos en mensen kwamen hierheen als ze ziek waren, omdat ze dachten, omdat ze wisten dat het water hier krachten had waar ze beter van zouden worden. En dit is het huisje. De vrouw is de opperbevelhebber, moeder van Aquaticos, is een paar jaar geleden nog maar overleden, dus het huisje staat nu leeg. De ossen staan klaar om het land te bereiden. Dat klinkt heel raar. Daar zaten we. We gaan nu naar beneden. Richting mist. Kapotte bende van de orkaan. Deze man is rijst aan het oogsten, trekt met zijn handjes uit de grond. You can see the black line in the painting. It's the old level C million years ago. You can find fossils for animals, for the sea, in whatever part of the valley. And in front of you, so you put the hand in the black line and do it like this, you see the erosion in the rock in front of you. Wacht op mij! We zitten in een berg. Ja, daglicht. Kijk hoe mooi dit glinstert. Deze stalig mietjes, stalig tietjes. De slaven vluchtten de bergen in en gingen leven in de grotten. We hebben een luxe hotelletje bereikt en we gaan lekker zonnen en in de swimmingpool. Heerlijk. Zou het helpen om 4 zwembandjes aan te doen en dan niet te verzuipen? Voordat ik met Britta was, zei ik, yo, neem geen witte dingen mee, zoals bijvoorbeeld een tas of een shirt of een broek, want alles wordt goor. Maar ze luisterde niet en dit is het resultaat. Ik zit hier te zweten in de zon en ondertussen regent het stoei en snoei hard. Het is bijzonder, hè? De taxi heb ik begeven, maar het valt nog te maken met de schroevendraaiers. We kunnen ook nog met het paard trouwens. Ik denk niet dat hij het heeft begeven hoor, ik denk dat dit gewoon even een routineklus is. Een routineklus. We slapen bij Joël thuis en dit hutje is van ons. De tuin is ook fantastisch. Ze hadden een avocadoboom, maar die heeft de orkaan helaas niet overleefd. Er lopen hier kippen, varkentjes, hondjes.
Buenos dias, dit is ons hutje en het is echt fantastisch leuk. We hadden zelfs een koelkast vol met flessen water, koud, alles heerlijk. En als je 's ochtends wakker wordt, hoor je de kippen, de hanen kraaien, het varkentje wat knort. Het is echt gezellig. Even kijken hoe het staat met de desayuno.